We hebben uitgelegd hoe wij in onze organisatie data gebruiken om heel hard te groeien. En in alle facetten, in alle delen van onze organisatie gedreven worden door de data die er omheen zit. Ja, we zijn afgelopen 4 jaar gemiddeld meer dan 70% per jaar gegroeid. Dit jaar komen we uit op meer dan 70 miljoen euro omzet. En dat is vooral gedreven door hoe wij elke deel van de organisatie sturen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als het buiten mooi weer is. Dat is nu niet het geval. Dan geven we extra geld uit aan marketing. Mensen zijn meer gedreven om een mooie fiets te kopen als het mooi weer is. Dus dat is een heel simpel voorbeeld waar we achter zijn gekomen door het analyseren van de vele van de grote hoeveelheden data die we hebben, dat we beter marketinguitgaven kunnen doen als het mooi weer is en van het weekend het weerbericht zegt dat het mooi weer wordt, zijn mensen beter geneigd een fiets te kopen. Dus voordat je iets met data kan gaan doen, is het belangrijk dat je de dataset goed hebt staan. Dus zeker als je een groot bedrijf hebt wat al heel lang bezig is, loont het de moeite om flink te investeren in een mooi dataplatform. Waarop alles samenkomt, waarop alle stakeholders zeggen dat dit is de enige waarheid. Pas dan kan je iets gaan doen met die data.